En dan hoorden we daar net al even over, hè, die sancties die je dan zou kunnen nemen. Ja, wat betekent dat dan voor ons? Zouden we dan maar moeten accepteren dat we er zelf misschien ook een beetje onder moeten lijden? Nou, sterker nog, dat moeten we accepteren. En we moeten. Kijk, Nederland heeft heel lang naar de wereld gekeken als een vakantiebestemming en een plek waar we zaken kunnen doen. En ik denk dat we eigenlijk al met MH17 hebben geleerd dat het meer is dan dat. Dat de wereld ook vol gevaren zit. En zijn we dan laks geweest? Wat Jean Domen net van het Financiële Dagblad zei. Wat Nederland nu heel snel zou moeten leren is dat we bij onze besluiten rekening moeten houden met geopolitiek. En dat geopolitiek inprijzen de normaalste zaak van de wereld is. Oekraïne is niet alleen maar belangrijk voor gas. En Rusland, als we sancties gaan hebben, gaan treffen, dan kan Rusland ons terugtreffen vanwege het gas. 40% van Europees gas komt uit Rusland. En Rusland zal er voorlopig nog niet zoveel last van hebben, want hun koffers zitten vol. Maar met geld. Daar hebben wij wel en last olie van. Het gaat gewoon door. Wij hebben er wel last van. Ik bedoel, van. Gaat dan Groningen straks de gaskraan dus weer open? In Groningen hebben we 4 velden, waarvan er bij mijn weten 3 zijn die op het allerlaagste niveau zitten op dit moment. Mm. En die normaal gesproken vol hadden moeten zitten. In Rotterdam zitten tanks, een grote opslagplaats voor LNG, die nu wel wat worden aangevuld met gas uit Qatar. Maar er wordt natuurlijk gezegd dat eventueel, ook in Groningen, die gaskraan wel weer open zou kunnen in een uiterst geval. Dus moeten we dat sowieso niet doen, zegt u? Of ja, daar kom je dan misschien niet aan nu? Nou ja, ik heb eerder, het is in een noodscenario is het de allerlaatste optie. Is dit een noodscenario? Nou, nog niet. Hè. Op dit moment stroomt er nog gewoon Russisch gas naar Europa. En we moeten zien wat voor impact dat dit heeft. Maar we zijn de afgelopen weken ook volop op zoek naar alternatieven. De Verenigde Staten helpt Europa daar ook bij. We hebben voorraden en we hebben het geluk van een zachte winter. En we kunnen ook nog veel doen als we kijken naar onze industrie en hoe we gas en energie gebruiken om korte termijn om dat wat minder te doen. Dus er zijn allerlei scenario's worden voorbereid. En wat mij betreft de allerlaatste optie in een noodscenario om meer uit Groningen op te halen. Dit jaar gaan we het redden. Met dank aan een zachte winter. En we komen net met de schrik vrij. Maar vanaf volgend jaar hoop ik dat Nederland geleerd heeft dat we onze voorraden vol moeten hebben. En niet alleen vanwege een koude winter, maar ook vanwege het herintreden van de nieuwe Koude Oorlog. Maar voorraden vol, dat betekent dus ook meer kopen. Dat betekent dus dat we meer geld moeten uitgeven daaraan. Ja, maar dan ben je alsnog wel weer afhankelijk dus van wie dan? Nou kijk, wat de Amerikanen hebben gedaan. Die hebben zich letterlijk een weg naar de onafhankelijkheid geboord via schaliegas. Dat is geen optie voor ons. Maar we zullen LNG moeten kopen. We zullen alles moeten doen. Eigenlijk alle opties die op tafel zijn, die moeten we nemen. En we zullen ook naar ons klimaatbeleid moeten kijken door het perspectief van buitenlandbeleid. En niet omgekeerd. Nu lijkt het soms. Ik ben erg voor een energietransitie. Maar in Nederland lijken we te denken dat klimaatbeleid buitenlandbeleid heeft vervangen. En dat moet omdraaien en heel snel. Als we 50 miljard kunnen uittrekken voor klimaatfondsen, dan denk ik dat we nog eens even opnieuw daarnaar moeten kijken. En anders worden we wel toe gedwongen. Want stijgende gas- en energieprijzen, stijgende voedselprijzen, want Oekraïne zal ook enorme druk zetten op de voedselprijzen, maken dat misschien de inflatie zo is dat de begroting van de dames en heren in Den Haag heel snel uit het raam kan. Omdat we met die stijgende inflatie simpelweg hele andere aannames moeten gaan. Bent u het er eigenlijk mee eens dat inderdaad die visie